Eindhovense School en het Lucas College uit Bokstel fuseren. De voedselbank wil meer geld. En de verdachten van mensenhandel van het Bakenlandplein zitten langer vast. De Eindhovense School en het Sint-Lucas College in Bokstel gaan samen. Door die fusie gaan beide scholen nog intensiever samenwerken dan ze al deden. Nou, de fusie is in 2009 eigenlijk al in gang gezet. We hebben gemerkt dat door de samenwerking steeds meer, met name de docenten al bij elkaar in de keuken kijken en de ondersteunende diensten. Dat gaan we de komende week, de komende dagen zelfs bekrachtigen met één naam. Dus vanaf woensdag, donderdag hebben wij één naam. Die ene naam die gaan wij uitdragen, want wij willen graag dat jonge mensen die in de creatieve industrie op de beste manier opgeleid willen worden, dat die voor onze scholen kiezen. En dan dus voor ons VMBO, voor ons MBO. En dat van daaruit die jonge mensen in het bedrijfsleven of in het vervolgonderwijs zo goed mogelijk aan de bak komen. Met die ene naam wordt er ook één organisatie verder ontwikkeld. En dat betekent dat binnen nu en een paar jaar ook studenten soms delen in Bokstel en soms delen in Eindhoven zullen volgen. Omdat daar de specialisaties zitten. Die nieuwe naam is op dit moment nog strikt geheim. Maar de studenten hebben daar al wel zo hun eigen idee over. Laten we dan nog eentje maken, maar dan met groen en blauw eronder. Heftig knie. Mm-hmm. Ik was altijd trots om te kunnen zeggen, ik zit op het Sint-Lucas tegen familie, vrienden, kennissen. En dadelijk, als er een nieuwe naam er is, ja, dan is het, dat stukje herkenbaarheid is weg, ben ik bang voor. Ik heb wel eens gehoord dat Sint-Lucas Eindhoven, iets in die richting, maar ja, ze zeggen van niet, dus ik ben wel benieuwd. Ja, iets van de academie of zo, of Sint-Lucas Academie, of Lucas Academie, zoiets dacht ik. Nou, ik wil eigenlijk gewoon graag Sint-Lucas behouden. Ik vind de Eindhovense school nou ook niet echt een artistieke naam. Sint-Lucas gewoon zou ik wel prima vinden. Om de fusie tussen de twee scholen te vieren zijn er allerlei activiteiten georganiseerd. Donderdag zullen wij een activiteit verrichten bij het klokgebouw. Daar zullen wij ook een activiteit dus doen met al de studenten voor de namensbekendheid. En daarna gaan we met z'n allen het klokgebouw in om een studentenfeest te feesten. Zeg maar. Daar zal ook het filmpje getoond worden waarbij het logo wordt uitgelegd. Oké, en jullie gaan ook nog het land in, heb ik begrepen? Ja, de dag erop, vrijdag 11 mei, gaan we met z'n allen het land in. En daar zullen wij na onze oude stages gaan, naar de minister zullen we gaan. We willen echt die naam goed gaan promoten om hem echt op de kaart te gaan zetten. Donderdag, dan wordt de nieuwe naam onthuld met een groot kunstwerk op Strijp S. Niet voor niets op Strijp S, want daar willen de beide scholen in de toekomst het liefst naartoe.